wil graag het boek Op de Rok van het Universum van Thomas Oosterhoff tot beste boek verklaren. Ik vind dat echt een prachtig boek. Het is een geweldig concept. Hij heeft een boek gemaakt wat eigenlijk kaleidoscopisch is. Er zitten 1000 miljoen verhalen in dat boek die allemaal eigenlijk één regel behelzen. En tegelijkertijd zit er een verhaallijn ingesponnen die niet afgemaakt wordt. Terwijl dat op een ongelooflijk spannende manier gedaan wordt. Het is een bijzondere ervaring om het te lezen. Het is eigenlijk alsof je in een LSD-trip vastzit waar je niet uit kan, maar zonder dat je drugs op hebt. Daarom vind ik het eigenlijk echt een geweldig, ontroerend en mooi boek. En ik ben heel blij dat iemand het experiment heeft durven aangaan om zo'n boek te schrijven. En dat de betere bij het ook nog heeft uitgegeven, ben ik helemaal blij op. Dus Op de Rok van het Universum van Thomas Oosterhoff.